heb hier een hele zwakke muur. Dus dat gaan we anders oplossen. Ik ga dit mooie spul gebruiken van... Dit is chemisch anker. Het voordeel hiervan is dat het lekker snel droogt. En het wordt keihard. Het is een twee componenten spul. Je zet hem gewoon op je kitspuit. Moet je eerst even zo'n speciale mengbuisje gebruiken. Die doe je erop. Zet je hem goed vast en hij kan gewoon op je kitspuit. Oh. Die kan er zo op. Klak, klik. Waar je wel even goed moet opletten. Het gat wat je geboord hebt, moet je wel eerst goed stofvrij maken. De los zittende gruis moet eruit. En dan pas het spul erin spuiten. Want dan wordt hij echt super sterk. Dan heb ik deze handige pompie ervoor. Die doe je zo erin. En hiermee blaas je al het stof eruit. Zo. Dit stukje draadend, die stop ik er gewoon zo in. En ik gebruik geen plug, alleen dat spul. En het wordt super sterk. Voordat je het spul in het gat gaat stoppen, moet je eerst even een proefstukje maken. Dat doe je op deze wijze. En je blaast hem even goed door. Zodat je ziet dat hij goed is gemengd. En hier is het verschil. He, je ziet het spul wat als eerste uitkwam, was niet goed gemengd. En dan zie je hier dat hij goed is gemengd. Zo moet je dat doen. We gaan gelijk starten. En je moet genoeg erin spuiten tot hij eruit komt. Ja, kan deze erin. En dan draaiend erin maken, op deze wijze. Deze zit er goed in zo. Hou je werk op tempo, want dat spul droogt vrij snel. Maar ga niet te snel vastzetten. Hij moet natuurlijk wel goed uitharden. Zo, dan kan deze erop. Oh, wat krijg ik hem goed vast, zeg. Mooi, man. I love it when the plank comes together. Hier kun je wel een olifant aan hangen, hoor. Mooi. Volgende.